Bij het begin van de zomer bracht Yannick Bovee zijn derde studioalbum Love Swings uit. Ondertussen hebt u het liedje Paper Plane ongetwijfeld al vaak op de radio gehoord. Maandag kwamen wij de kapper van onder andere Karen Dame en Erik van Looy tegen in Oostende, waar hij twee clips opnam. Actie. Wel, vandaag gebeurt er iets heel bijzonders. We blikken namelijk mijn nieuwe clip Paper Plane in. En uh, we gaan die ook in het Duits opnemen. Dus niet alleen de Engelse versie, maar ik zal dus twee keer moeten acteren vandaag, omdat die clip ook gebruikt wordt in Duitsland en in, uh, in Azië. Dus één keer paper plane en één keer keine sekunde. Een clipopname is op zich niet zo bijzonder. Maar een clip opnemen die wereldwijd het publiek moet aanspreken, dat is wel een hele uitdaging. Goh, er wordt eigenlijk een heel scenario, of er is eigenlijk een heel scenario uitgewerkt uh, over de clip. En ja, ergens met dat ik in een, in een auto zit en een beetje aan het denken, aan het mijmeren ben aan vroeger. En ik, uh, ik stop aan de zaal waar ik moet gaan optreden s'avonds. En tussen de horde fans zie ik ineens mijn grote liefde vanuit mijn jeugd, mijn kindertijd terug. En daar begint eigenlijk heel het verhaal over uh, ja, uh, Paper Plane. Jannik Bouvier is niet alleen bij ons populair, ook in Zuidoost-Azië kennen ze deze Belgische artiest. De nieuwe clip van Paperplane zal internationaal verspreid worden. Leuk nieuws dus voor Jannik, maar ook voor zijn verloofde. Het meisje die we gekozen hebben eigenlijk om mee te spelen en te figureren als hoofdrolspeelster in deze clip. Dat is niemand minder dan mijn vriendin. Uh, die heeft al eens een keer meegedaan in een clip van mij, namelijk in Six. En ja, dat klikte eigenlijk ook wel heel leuk op de set, omdat dat heel makkelijk acteert, blijkbaar, met ja, je eigen partner. Dus uh, ik heb haar gewoon gevraagd om nog eens een keer mee te doen. En ze gaat dat doen met een smile tot achter haar oren, denk ik.